And I wanted you to be the first to know, Grandpa. Utopolis. We do everything for your smile. Well, almost everything. We zijn hier in Amsterdam, de film Hartenstraat. We zijn hier op de set. Alles loopt gewoon door. Verkeer gaat gewoon door. Iedereen loopt door het beeld. Wordt stopgezet. Het is echt soms een chaos. Maar het wordt echt spectaculair. De film Hartenstraat. Regisseuse is Sanne Vogel. Haar debuut. En we gaan kijken of we nog de castleden kunnen spreken. Onder andere Jan Kooijman. De enige echte Jan Kooijman. Ja. Daar staat weer, maar dan een hele andere outfit. Vertel eens wat over je outfit. Ja, nou, ik heb een Dolce & Gabbana broek aan. Ja. En een Versace topje. Ja. En nog wat Cartier. Soort dingen. Ja, dat zegt wat over je rol natuurlijk. Ik ben sportief. Ja. Ja. Maar zo loop je natuurlijk dagelijks rond. In deze film wel. Ja. Maar wat is jouw rol? Nou kan je het eindelijk zeggen, Jan. Want, Ik speel Wesley. En ik ben een jongen die is heel sportief. Ja. En heel erg met zijn uiterlijk bezig. En het is belangrijk dat zijn haar vastgeplakt zit. En dat soort elementen zijn zeer belangrijk in zijn leven. En verder ga ik voor grote problemen zorgen binnen een van de relaties in deze film. Hey, als Rotterdammer in deze gezellige Amsterdamse stad, hoe is dat? Ja, heerlijk. Ja, nou, ik werk hier graag. Ja. Dus ik ben hier veelvuldig te vinden. En welkom. Wat zeg je? Ik ben welkom. Ja, oh, dat is fijn, man. Thanks. Hey, maar hoe is het nou met deze kast samen te werken? Ja, het is heel leuk. Het gaat hartstikke goed en we hebben heel veel lol. En ik denk dat we hele leuke dingen aan het draaien zijn. En het is tot nu toe so far so good. Ja. Hey, maar weer zo'n feel-good film, hè? Weer. Ja, het is een romantische komedie weer. Ja. Dan word je weer voor gecast, zeg maar. Geen gemene rol binnenkort, want dat zou fantastisch zijn volgens mij. Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Altijd leuk. Maar nee, dit is geen... Ik ben niet heel gemeen. Nee. Valt reuze mee. Hey, je hebt het over ijdel zijn. Ben je dat thuis ook? Nee, valt echt reuze mee. Ja? Ja. Ja, want iedereen denkt van, nou, hij loopt dagelijks zo rond en lekker met het uiterlijk bezig. Met dit haar ook. Ja. Ja, ik weet niet wat ze er thuis van zeggen, maar in ieder geval... Nee, anders, hè? Nee, joh. Nee. Hey, wat zijn je volgende plannen? Maar goed, dat hadden we al een keer gevraagd. Maar... Ja, ik ben druk met straks de live show So You Think You Can Dance weer. Dus er komt weer van alles aan. Yo, je kan zo gelijk gaan starten, joh. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik ben klaar, ben afgestaald en alles achter de desk. Hey, dankjewel, Jan. Dames en heren, Suzanne Visser hier tegen me. Wat ziet er toch prachtig uit? Dankjewel, dit is niet mijn eigen kleding. Dit is voor mijn personage. Ik dacht dat je zo altijd dagelijks bijliep. Ja, zo, dat ik zo wakker werd vanochtend. Ja. Nee, dat is niet zo. Nee. Ik speel iemand met een hele geweldige fashionwinkel. Okay. Dus dan... Dit is fashion. Ja, dus een beetje het grootste vrouwengevoel ben je misschien een beetje. Nee, dat niet. Nee. Ja, god, het is wel weer een extreem personage. Ja. Maar deze vrouw... Hele andere dingen aan haar hoofd. Ja. Hoe heb je voorbereid deze rol eigenlijk? Nou, het is een hele leuke, hele kleine rol hoor. Ik ben gewoon heel veel aanwezig omdat ik toevallig een winkel heb in die straatjes. En altijd ga koffie drinken bij... mijn gay best friends in hun koffiewinkeltje. Ja. En dus het is niet echt... het is niet echt een hele moeilijke rol. Maar het is wel heel erg leuk. Ja. Heel leuk. Ja, geregisseerd door Sanne Vogel, hè? En dus hoe ik me heb voorbereid is door met Sanne te vragen wat voor personages je in haar hoofd had. En daar had ze een heel duidelijk verhaal mee. Dus zo. Ja, want Nederland is natuurlijk klaar voor een feel-good film weer, hè? Na Smoorverliefd. Ja, we zijn dol op feel-good films. Smoorverliefd ook hartstikke feel-good, inderdaad. Ja. En dit wordt ook een hele fijne, romantische en grappige film. Ja, een lekker uitstapje. Ik ken natuurlijk ook Tape natuurlijk. Geweldig film trouwens. Iedereen moet dat gezien hebben. Krijgen we ook dat soort films als Tape binnenkort na deze film? Dat zou wel leuk zijn om ook weer wat anders inderdaad. Maar ik heb in ieder geval de film Game gemaakt. Die is heel klein uitgebracht. Ja. Dan moet je eigenlijk op We Want Cinema moet je die kijken. En dat is een heel mooi psychologisch drama. Echt heel mooi. Totaal ander soort rol. Ja. En waar ik ook heel trots op ben. Daar ben ik echt
ja, zo'n dame ben ik daar met een oudere, getrouwd met een oudere Britse diplomaat. En daar was het ook allemaal in het Engels. Ik speel wel een Nederlandse vrouw, maar dat is psychologisch drama. Dus dat is wel een heel leuk tegenwicht voor Smoorverliefd en Hartenstraat. Wat ik ook heerlijk vind om te doen. Ja. Dus, hey, de negen straatjes, ging je daar vroeger ook altijd winkelen of niet? Ik kom er wel eens, ja, nog steeds wel. Er zitten hele mooie winkeltjes, maar ik mag er niet te vaak heen, want dan koop ik te veel. Dus. Okay. Hey, ik wens je heel succes bij de film Hartenstraat. Ja, dankjewel. 175. Nou, je zou hem bijna niet herkennen, het is ongelooflijk. Hij is van de Jehovah getuigen. Het is Tycho Gernand. Ja, hi, hallo. Nee, Tycho, dat staat echt nergens op. Ja, dat mag toch. Jij mag toch even. Ja, hey, wat is jouw rol in deze film? Ik ben een jongen die is blijven hangen. Ik heet Bas en hij is blijven hangen in zijn corporale fase. Het is een jongen die hij is advocaat geworden. Hij heeft net zijn praktijk om de hoek bij Daan, gespeeld door Chico. Okay. En eigenlijk moet ik Merwan zeggen, dat is een officiële naam. Ja, natuurlijk. Dus ik moet daartussen kiezen, maar ik zeg toch gewoon Chico. En ik ben een beetje zijn vriendje. Ik hang een beetje rond in de traiteur en probeer hem aan de vrouw te helpen, terwijl het bij mij eigenlijk steeds mislukt. Het is een seksverslaafde jongen die nog een beetje studententijd is blijven hangen en alleen maar achter de vrouwen aan zit. Ja. En half Amsterdam wil hem al niet meer hebben, omdat ze hem allemaal al kennen. Ja. Via. Ah, oké. Okay. Dus heb je ook je rol voorbereid met Boscovici of niet? Met Bram? Nee, het schijnt dat Sanne zei, het is een beetje geïnspireerd op jou. Op jou? Ja, daar was ik niet heel blij mee. Nee, daar was ik niet heel blij mee. Nee, maar goed, Sanne, jij zijn natuurlijk wel hele goede vrienden natuurlijk. Dus ze weet alles van je. Ja. Dus ze heeft het er wel een beetje ingebracht. Het gebeurt wel eens. Maar gelukkig niet meer zo heel vaak. Ja. Ik heb vroeger heel erg los. Ik heb vroeger heel erg huis gehouden. Onder de vrouwen. Ja. Maar nu niet meer, toch? Nee. Het valt best mee. Ja, dat is prima. Hij is een brave jongen geworden, die Tycho. Want Tycho, Hartenstraat, wat voor film is het eigenlijk? Ik heb het script gelezen en toen de eerste keer. En toen moest ik echt erom huilen. En het is misschien omdat ik nu geen liefde in mijn leven heb. Maar het gevoel van. Niet het verhaal hoor, maar het Nothing Hill gevoel. Ja. Zo rond, zo af, zo dichtbij, zo fijn, zo. Het is een film waar het vriendje van het meisje denkt, oké, we gaan naar Hartenstraat. Oké, we gaan naar Hartenstraat, want we gaan naar de bioscoop, moet jouw avond worden. Ja. En die jongen heeft een leukere avond dan het meisje. Zo'n film wordt het. Het is echt, het is voor iedereen en het is zo'n fijn verhaal. Zo heerlijke acteurs, het is echt gewoon, ik denk dat een heel goed geschreven. Ja. Gewoon een goede film. Ja. Hey, negen straatjes, daar ging je natuurlijk heel vaak naartoe natuurlijk, hè? Want je woont natuurlijk hier in Amsterdam. Ja, ik ben in de Jordaan geboren, op de Engelsgrachtenvlak hierbij. Dus dit is wel mijn oude buurtje in die zin en nee, ik kom hier graag. Ja. Hele lekkere tentjes, mooie winkels en een heel fijn sfeertje. Ja. Ik weet dat jij bent een chameleon, Barsten van de Wespen. Maar. Is waar? Oké, ongelooflijk. Ja, ik heb spul in mijn haar en dat vinden ze zo fucking lekker. Het is een soort helm, wordt het. Maar ze vinden het zo fijn. Ja. Hey, Tycho, ik weet, jij houdt van uitdagingen. Buitenland, lonkt dat ook toch? Of niet? Nou, af en toe heb ik zo'n film of een serie of een casting voor een groot ding in het buitenland. Nu helaas Michiel Huisman, die nu met een mooie rol vandoor ging. Games. Verdorie. Ja, maar ja, dat hoort erbij. Okay. En ik ben nu hele mooie dingen aan het maken. Volgende maand begin ik met een hele mooie andere film waar ik niks over kan zeggen. Nee. Maar ik ben alleen maar blij dat ik zo lekker aan het werk ben. Oké. Nou, ik wens je heel succes hier bij Hartenstraat. Dankjewel, man. Heel leuk. Hoe zou je de film kunnen omschrijven? Het is een soort feel-good film. Ja. Een stempel te geven. Ja, een romantische komedie. Ja, hoe vind je nou met deze cast samen te werken? Waanzinnig. Ja? Ja, het is heel gezellig. Het is, ik lach me helemaal gek. Ja. Ja, het is super gezellig. Is dat belangrijk dat je een beetje goed voelt, zeg maar? Plezier is eigenlijk het allerbelangrijkste. Zeker weten. Ja. Wat kunnen we van jou nog meer verwachten? Na deze film? Ja, ik hoop veel goeds. Ja, je bent nog met heel veel dingen bezig. Maar jullie... Ja, er zijn een aantal dingen die ik nog niet even stil moet houden. Maar, ik hoop dat er veel mooie projecten komen. Ja. Oké, nou, dat hopen we ook. We gaan allemaal kijken naar Hartenstraat.